Daklozenopvang Stichting Stoelenproject De Duif slaat alarm over het grote tekort aan vrijwilligers. Als het niet verbetert, heeft dat gevolgen voor de opvang, dat zegt coördinator Edmund Boering. De opvang is iedere avond 7 dagen per week geopend. Als de deur om 10:30 open gaat, worden bezoekers opgevangen door een beroepskracht en een vrijwillige. Maar de laatste 2 maanden lukt dat niet. Door de aantrekkende economie zijn vrijwilligers nauwelijks nog te vinden. Het aantal vrijwilligers neemt af doordat er overal meer betaald werk te vinden is, zegt Boering. Daarna stoppen sommige vrijwilligers omdat ze als mantelzorger voor hun ouders moeten zorgen.